vrijdag. En dit is eigenlijk mijn eerste vlog dat ik het open. Rechts afslaan naar Koolhovenlaan. Vervolgens links afslaan naar Faberlaan. Ja, dus jullie horen het. We gaan nu naar Shirley toe. En het is een uurtje rijden. Links afslaan naar Faberlaan. Vervolgens rechts afslaan naar Volkstraat. En ze woont iets in Amsterdam of zo. Links afslaan naar Anthony Fokkersingel. Dus ja, tot dadelijk. Filmen. Waar? Daar zo. Daar. Oh, daar. Oh, ja. Maar ik ga ze niet filmen. Zag je hem opstijgen? Ja, hier, daar. Filmen is. Kijk, ze staan dan. De bommenbrigade. Ik weet niet of het ze het zien, maar. Is een... Oftewel, snelheidscontrole. En ik krijg de schijt. Ja, ik krijg inderdaad de schijt. Ik hoor die vliegtuig nog steeds, hè? Ja. Nou, we zijn er bijna weer. We zagen net gewoon echt steeds letterlijk een vliegtuig opstijgen. Nou, goedemorgen. Het is vrijdag. En dit is eigenlijk mijn eerste vlog dat ik het open. Rechts afslaan naar Koolhovenlaan. Vervolgens links afslaan naar Faberlaan. Ja. Dus jullie horen het. We gaan nu naar Shirley toe. En het is een uurtje rijden. Links afslaan naar Faberlaan. Vervolgens rechts afslaan naar Volkstraat. En ze woont iets in Amsterdam of zo. Links afslaan naar Anthony Fokkersingel. Oké. Dus ja, tot dadelijk. Daar. Wij gaan filmen. Waar? Daar zo. Daar. Oh, daar. Oh, ja. Maar ik ga ze niet filmen. Zag je hem opstijgen? Ja, daar. Filmen is. Kijk, ze staan dan. De bommenbrigade. Ik weet niet of ze het zien, maar... Is een... Oftewel, snelheidscontrole. Ja, ik krijg de schijt. Ja, ik krijg inderdaad de schijt. Ik hoor die vliegtuig nog steeds, hè? Ja. Nou, we zijn er bijna weer. We zagen net gewoon echt steeds letterlijk een vliegtuig opstijgen. Is dat trouwens dan? Over 900 meter, links of slaan naar de Weteringweg. En ja, we zijn er weer bijna. En we moeten daar om 11 uur zijn. We zijn er nog niet. Nee, maar... Ja, ongeveer 10:45 komen we aan of zo. Ja, we komen 10:45. En dat hebben we alleen rijden. Ja, ja. Zijn we hebben weer een mijlpaal voor mij. Over 300 meter, links afslaan. Ja, want vervolgens altijd... rechts afslaan. Want altijd rijdt mijn vader natuurlijk altijd mee. Maar nu rijdt hij voor het eerst alleen. Links afslaan, de Weteringweg. Vervolgens rechts afslaan naar Leimuiderdijk. Helemaal van Den Haag naar... Alsmeer. Alsmeer. Sorry. Maar eigenlijk Amsterdam, zeg maar. Ja, zij woont achter Amsterdam. Ja, Alsmeer is achter Amsterdam volgens mij. Ja, daarom. Amsterdam! Amsterdam! Dus ja. Ja, echt hè. Maar bij ons heet het Noppes. Ja. En dan is echt metergroot wel. Ik ga heel vaak heen. Oh, die jonge gieten hoorde ik. Van ik ga naar de kringloop. Ik denk, joh, moet je bij de kringloop doen dan? Ik ben er nog nooit geweest. Dus dat is voor mij een vierde. Ja, ik nu ook. We gaan morgen met vieren. Want Rome is ook aangestoken. Nachtkastjes voor nu. We willen graag een nachtkastje. Nou, ik ga gewoon ook geld geven. Want ik weet hoe ze zijn. Binnen 2 dagen leggen die stukken eraf. Maar nu hadden ze 2 voor een tientje. Kijk. Ja.
Hi. We zitten gezellig bij Shirley. En Nia wil weer niet op de vlog. En dat is Pascal, de mama van Shirley. En dat is kleine Skylar. Skylar Overload, hashtag. En dat is Shirley. Hi. Gezellig. Nou, we zijn weer onderweg om terug te gaan. We gaan zo eerst even naar de Sligo. Daarna gaan de jongen en ik naar het winkelcentrum toe. Vervolgens rechts afslaan naar Marcus. En mijn moeder gaat dan even ergens anders in. Ik weet niet waar ze heen gaat. Ze blijft in de auto zitten. En dan gaan wij even een cadeautje halen. Ik heb ook wel. Ja, ik ben aan het draaien. Heb jij maar? We kunnen niet appen met je, want ze zijn aan het draaien. Ik word er nou schatziek van. Wat je gaat naar hem? Top, we zijn onderweg. Dus ik ga even een cadeautje kopen. Ik weet niet of ik het kan zien. Links afslaan. Ik ga het echt van niet zo afslaan. Als je het ziet op het computer. Dus ja. Nou, dan ben ik weer. We zijn nog steeds onderweg. We zijn nog steeds niet verder gekomen. Zit hier aan, hebben we zeker gezien in een bosbrand. Wat? Dus, ik weet niet wat er aan de hand is. Maar weet je wat er aan de hand is? Nee. File? Ah, je kubbel zit open. Oh, er staat een brug open. Daar hou ik me maar echt heel erg van. Gewoon niet nieuw. Hoi, Liv. Sarcastisch. Sarcastisch? Ik had me sarcastisch nieuw. Iemand? Wat is dat? Het is irritant. Dus, ja. Ik weet niet hoe lang het gaat duren. Winkelcentrum. We gaan even nu naar het winkelcentrum voor onze cadeautjes en mama moet ook ergens in de winkel weg. Ga gewoon weg. Ja, als er een auto komt, van achter. Ga weg met zo. Ja, sorry. Wacht even. Dus ja, wat ik zei, we gaan zo naar de winkelcentrum. En daarna kunnen we eindelijk naar huis toe. Nee. Dus, ja. Zo, en we zijn weer thuis. Oh, hi, trouwens. Ik ben niet veel in beeld geweest. Licht. Oh. Zo, ritje Alsmeer geweest. In mijn eentje. Nee, in mijn eentje. Zonder Ron een keer. Super stoer. En het was super gezellig bij Shirley en Pascal en Skylar. Ik ben alleen niet lang gebleven, want ik moest ook weer terug natuurlijk. Dus, maar het was super gezellig, dankjewel schatten. En ik ben eigenlijk net pas thuis. En het is nou 2:30 of zo, 3:15. En ik moet mijn soep nog maken. Dus ik heb heel even gauw een zootje vis naar binnen gewerkt. En ja, ik ga nu aan mijn avondeten beginnen, want die soep moet ook nog even pruttelen. En Ron is even met de meiden door het op weer. Ron heeft de zolder helemaal opgeruimd en gedaan. En 7 zakken vuil weggebracht. Hoog, links, helemaal slap. Ze spraken dus die is lekker bezig geweest. Hij brabbelde een beetje. Dus ja, we hebben eigenlijk een lekker dagje gehad. Ja. Viel me wel. En wat een lekker weer is het, hè? Oh, ik heb vanmorgen gauw 2 wassen gewassen. Die hangen buiten. Daar, zie je? Dus, heerlijk. Morgen wordt 26 graden. Oh. Maar goed, ik ga het even aan mijn soep beginnen, want anders heb ik niks te eten. Oh ja, en ik heb een lekker luchtje gehaald. Victoria's Secrets. Ik vind hem zo lekker. Ik ben helemaal gek op luchtjes. Dus, ik ben 1 september jarig. Fijntje. Oké, soep maken. Doei. Groentesoepie pruttelt.
En nou de tering zo opruimen. Ach. Zo, het is ondertussen 4:30. Rondje naar mij, dus onderweg naar huis. Maar ik heb een bal in mijn mond, dus ik heb geen dikke bal. Soep is klaar. Stokbrood zit in de oven. De rest eet stokbrood. En Rochelle eet twee keer curry. En ik hoor de voordeur, dus wij gaan even lekker eten. Zo, het is 7 uur of zo. Gegeten, licht, opgeruimd en een vlekkere dag doorgenomen. Ja, een super dagje. Volgens mij niet veel gevlogd, maar ik kom er gewoon niet van. Ja, maar maakt ook een keer niet uit, toch? Nogmaals, we hebben een super dag gehad. Ik ga even de was opruimen. Ik ga beneden nog even verder opruimen. En nou, dan weet ik het eigenlijk niet. Ja, ik moet naar bed, maar... stuit een bal. Ja. Ik wou nog in de tuin zitten vandaag, maar... geen tijd gehad. Dus... maar goed, ik ga afsluiten. Bedankt voor het kijken. En tot morgen. Doei doei. Over 900 meter. Links afslaan naar de Weteringweg. En ja, we zijn er weer bijna. En we moesten daar om 11 uur zijn. We zijn er nog niet. Nee, maar ja. Ongeveer 11:15 komen we aan of zo. Ja. We komen pas aan. Nee, en dat hebben we alleen rijden. Ja, ja. Zijn we hebben weer een mijlpaal voor mij. Over 300 meter. Links afslaan. Ja, want vervolgens altijd... rechts afslaan. Altijd rijdt mijn vader natuurlijk altijd mee, maar nu rijdt hij voor het eerst alleen. Links afslaan naar de Weteringweg, vervolgens rechts afslaan naar Leimuiderdijk. Helemaal van Den Haag naar... Alsmeer. Alsmeer, sorry. Ik wil eigenlijk Amsterdam zeggen, maar... ja, zij woont achter Amsterdam. Ja, Alsmeer is achter Amsterdam volgens mij. Ja, daarom. Amsterdam! Amsterdam! Dus ja. Ja, echt hè? Maar bij ons heet het noppers. Ja. En dan is echt mee te groot. Ik ga het heel vaak heen. Al die jonge gieten hoorde ik. Van ik ga de kringloop. Ik denk, joh, moet je bij de kringloop doen dan? Ik ben er nog nooit geweest. Dus dat is voor mij een vierder. Ja, ik nu ook. We gaan morgen met vieren. Want Ron is ook aangestoken. Nachtkastjes voor nu. We willen graag een nachtkastje. Nou, ik ga gewoon geld geven. Want ik weet hoe ze zijn. Binnen 2 dagen leggen die stukken eraf. Maar nu hadden ze 2 voor 10. Kijk. Hi. We zitten gezellig bij Shirley. En Nia wil weer niet op de vlog. En dat is Pascal, de mama van Shirley. En dat is kleine Skylar. Skylar Overload hashtag. En dat is Shirley. Hi. Gezellig. We zijn weer onderweg om terug te gaan. We gaan zo eerst even naar de Sligo. En dan gaan Nio en ik naar de Vinderstraat. En mijn moeder gaat dan even ergens in de minibusje gaan. Ze blijft in de auto zitten. En dan gaan wij even een cadeautje halen. Ik heb ook wel ik ben aan het rijden. Heb jij maar? We kunnen niet appen met je, want we gaan rijden. Ik ben er nou schatstig van. Houd je graag naar hem. Top, we zijn weer weg. Dus ik moet even een cadeautje kopen. Ik weet niet of ik het kan zien. Links afslaan. Ik ga het van die schrijf afslaan. De computer. Dus ja. Ja, dan ben ik weer. We zijn nog steeds onderweg, we zijn nog steeds niet verder gekomen. En we zitten hier, we hebben nog steeds iets in een bosbron. Ja. Dus, ik weet niet wat er aan de hand is. Maar weet je wat er aan de hand is? Nee. File? Ah, je kop was het open. Oh, er staat een brug open. Daar hou ik me maar echt heel erg van.
gewoon niet nieuw. Nee, dit. Sarcastisch. Sarcastisch, ik heb mijn sarcastisch nieuw. Die mat. Het is, ja, ik weet niet hoe lang het gaat duren. Ja, winkelcentrum. We gaan even nu naar het winkelcentrum voor Aniel. Voor onze cadeautjes en mama moet ook ergens in de winkel. Ga gewoon weg. Ja, als er een auto komt, van achter. Gaat dat niet zo? Ja, sorry. Wacht even. Dus ja, wat ik zei, we gaan zo naar de winkelcentrum. En daarna kunnen we eindelijk naar huis toe. Nee. Dus, ja. Zo, en we zijn weer thuis. Oh, hi, trouwens. Ik ben niet veel in beeld geweest. Licht. Oh. Zo, ritje Alsmeer geweest. In mijn eentje. Nee, in mijn eentje. Zonder Ron een keer. Super stoer. En het was super gezellig bij Shirley en Pascal en Skyler. Ik ben alleen niet lang gebleven, want ik moest ook weer terug natuurlijk. Dus, maar het was super gezellig. Dankjewel, schatten. En ik ben eigenlijk net pas thuis. En het is nou 2:30 of zo. 2:45. En ik moet mijn soep nog maken. Dus ik heb heel even gauw een zootje vis naar binnen gewerkt. En ja. Ik ga nu aan mijn avondeten beginnen. Want die soep moet ook nog even pruttelen. En Ron is even met de meiden door het op weer. Ron heb de zolder helemaal opgeruimd en gedaan. En 7 zakken vuil weggebracht. Hoog, links, helemaal slap. Ze dus die is lekker bezig geweest. Hij babbelde een beetje. Dus ja, we hebben eigenlijk een lekker dagje gehad. Ja. Viel me wel. En wat een lekker weer is het, hè. Oh, ik heb vanmorgen gauw 2 wassen gewassen. Die hangen buiten. Daar. Zie. Dus. Heerlijk. Morgen wordt 26 graden. Oh. Maar goed, ik ga het even aan mijn zoen beginnen. Want anders heb ik niks te eten. Oh ja, en ik heb een lekker luchtje gehaald. Victoria's Secrets. Ik vind hem zo lekker. Ik ben helemaal gek op luchtjes. Dus, ik ben 1 september jarig. Fijntje. Oké, soep maken. Doei. Groentesoepie pruttelt. En nou de tering zo opruimen. Bach. Zo, het is ondertussen 4:30. Rondje naar mij, dus onderweg naar huis. Maar ik heb een bal in mijn mond, dus. Ik heb geen dikke bal. Soep is klaar. Stokbrood zit in de oven. De rest eet stokbrood. En Rachel eet 2 keer curry. En ik hoor de voordeur. Dus wij gaan even lekker eten. Zo, het is 7 uur of zo. Gegeten. Licht. Opgeruimd. En even lekker de dag doorgenomen. Ja, een super dagje. Volgens mij niet veel gevlogd. Maar ik kom er gewoon niet van. Ja. Maar maakt ook een keer niet uit, toch? Nogmaals, we hebben een super dag gehad. Ik ga even de was opruimen. Ik ga beneden nog even verder opruimen. En daarna weet ik het eigenlijk niet. Ja, ik moet naar bed, maar... Stuit een bal. Ja. Ik kan nog in de tuin zitten vandaag, maar... Geen tijd gehad. Dus, maar goed, ik ga afsluiten. Bedankt voor het kijken. En tot morgen. Doei doei.